De hefboomwet verklaart hoe het kan dat een muis een olifant in bedwang kan houden. Leuk genoeg om even verder te kijken, lijkt me zo. We starten weer met de draaibare plank. Rechts hierop plaatsen we een gewichtje van 250 gram. Dat betekent dus dat er een kracht wordt uitgeoefend op de plank van 2,45 newton, immers zwaartekracht, m keer g en m in kilogram. Opmeten geeft een arm van, even aflezen, 3,5 centimeter. Dus is er een moment rechtsom van m is f keer r, is 0,086 newtonmeters. Let je weer op dat de arm in meters moet worden ingevuld. Om de zaak in evenwicht te houden, willen we een massa van 100 gram ergens links plaatsen. De vraag is alleen nog, waar moet het geplaatst worden? De kracht van 100 gram is gelijk aan 0,98 newton. Om ervoor te zorgen dat het moment rechtsom geen invloed heeft, zal er dus een moment linksom tegenover moeten staan die even groot is. Dus ook 0,086 newtonmeters. Oftewel, F maal R moet 0,086 zijn. En omdat F bekend is, kan R worden berekend. De massa moet dus op 8,8 centimeter afstand staan. En dat betekent dus dat hij daar moet gaan staan. In het voorbeeld hebben we, zonder het echt te noemen, de hefboomwet gebruikt. Die wordt overigens ook wel de momentenwet genoemd. De wet geeft aan dat een voorwerp pas gaat draaien als de momenten links en rechts ongelijk zijn. Of anders gezegd, het gaat niet draaien als het moment links gelijk is aan het moment rechts. Oftewel, F maal R links is F maal R rechts. Weer even terug naar de voorgaande situatie. Want om evenwicht te krijgen, hoef je natuurlijk niet een massa aan de linkerkant te plaatsen. Je kunt ook aan de rechterkant de kracht omhoog uitoefenen. Let op dat de kracht hetzelfde is, omdat de vinger ook op dezelfde afstand is geplaatst. In de formule staat links en rechts de arm. Dit betekent dat je niet beslist de arm nu in meters hoeft op te schrijven, zolang je maar links en rechts dezelfde eenheden gebruikt. Dus het mag ook centimeters zijn of zelfs kilometers, zolang je maar dezelfde eenheden gebruikt. Ook is het handig dat je, als je tenminste links en rechts alleen te maken hebt met zwaartekrachten, je in plaats van krachten ook meteen massa's gaat invullen. Dit mag omdat je voor de zwaartekracht zowel links als rechts dat vermenigvult met g. En dus is het links en rechts toch nog weer hetzelfde. Nog één keer terug. Stel je voor dat de schroef eruit gaat en je laat de plank op de vinger balanceren. Je voelt dan een kracht op je vinger werken en je vinger oefent dus ook een kracht terug. En dit klopt, want de eerste wet van Newton zegt dat, omdat er geen beweging is, dat dan de resulterende kracht nul moet zijn. Dus in dit geval moeten de twee krachten die omlaag zijn gericht, opgegeven worden door een kracht omhoog. En die kracht omhoog moet dus 3,43 Newton zijn. En dat is dan de kracht die de vinger op de plank uitoefent. Let op dat deze kracht geen invloed heeft op het draaien, want deze kracht gaat door het draaipunt heen. Maar de kracht is er wel. Nog even een ander voorbeeld. Deze kist is stevig dichtgemaakt. 300 newton is nodig om hem open te maken. Maar als we een hulpmiddel gebruiken van een breekijzer, gaat dat een stuk makkelijker. Hoeveel makkelijker zou dat zijn? We gaan het even stapsgewijs oplossen. Stap 1 is, waar ligt het draaipunt? Het draaipunt is daar waar het breekijzer omheen draait. In dit geval ligt het daar. Want, let op, het breekijzer draait op deze manier omhoog. Dus, draaipunt S
is nu bekend. Stap 2 is, welke krachten werken er allemaal op het breekijzer? Allereerst natuurlijk de spierkracht die het breekijzer laat draaien. Deze kracht wordt gevraagd. De tweede kracht is de kracht die het deksel op het breekijzer uitoefent. En dat is de 300 newton die normaal nodig zou zijn om het deksel eraf te krijgen. Ten slotte is er nog een kracht op het draaipunt. Dat is te vergelijken van de kracht die de vinger zojuist op het plank uitoefent. Het is er wel, maar omdat het door het draaipunt gaat, telt het niet mee in de draaiing. Stap 3 is, wat zijn de armen van de diverse krachten? De afmeting wordt gemeten vanaf het draaipunt, dus daar zetten we even de nul neer. En dan zie je dat de kracht van het deksel op het breekijzer 1,1 cm is en de arm van de kracht die is 6 cm. De laatste stap is het toepassen van de hefboomwet. Dus M links is M rechts, invullen wat dit betekent, F mal R en de getallen invullen. En je ziet dus dat de enige onbekende nog de spierkracht is en die kun je berekenen. Oftewel, dankzij het breekijzer hebben we nog maar slechts 55 newton nodig om het deksel eraf te kunnen krijgen. We kunnen het breekijzer ook anders laten draaien. Kijk maar. We zetten het draaipunt nu halverwege. Het gaat dan als volgt draaien. Weer om het draaipunt heen, maar nu net iets anders. De vraag is het nou beter of juist niet beter dan de vorige methode? We kijken even naar weer de hefboomwet. Wat wordt er veranderd in de hefboomwet? Wel, slechts één ding, namelijk de arm van de spierkracht verandert. En de arm wordt kleiner. En een kleiner arm betekent dus dat de kracht groter moet worden. Oftewel, je hebt juist een grotere kracht nodig en dat is dus in dit geval juist niet een betere methode. Zet op het eind van deze presentatie nog even in je schrift wat de hefboomwet is. Zet erbij wat ieder symbool voorstelt en in welke eenheid of eenheden het mag worden geschreven. Tot zover. Bedankt voor je aandacht.